Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/whatsapp. Een hele goede morgen iedereen. Ik ben Kees Kant, 23 jaar predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. ...en sinds een jaar of zeven in Katwijk aan Zee. U hebt een uh, papier uitgereikt gekregen met vier stellingen... ...waar ik over wil gaan spreken. En met een heleboel bijbelteksten erbij. En lang niet alle teksten toon ik vanmorgen. Maar ik uh, wij geef dit mee zodat u niet per se allemaal aantekeningen hoeft te maken... ...en daardoor weer andere gegevens ontgaan. U mag natuurlijk van alles opschrijven, maar... Alle teksten die ik aan de orde stel staan hier dus allemaal al op. Het centrale thema voor vanmorgen is de feit dat we in een bijzondere tijd leven. Dat sinds zo'n honderd jaar er alweer miljoenen Joden van de hele wereld zijn teruggekeerd naar het land Israël, het land van hun vaderen. En als je door de Bijbel heen bladert, dan valt het je op. Hoe enorm veel teksten, en ik heb er een heleboel opgeschreven voor u. Hoe enorm veel teksten in het Oude Testament, ook in het Nieuwe, maar vooral in het Oude Testament. spreken over de belofte van God. van de terugkeer van het volk naar het land. Heel veel teksten. In Leviticus, in Deuteronomium. in de Psalmen, in Kronieken, in Jezaja, in Jeremia. in Ezekiel, Hosea, Amos, Joël, Sephaniah, Haggai, Zachariah. En nog meer, heel veel teksten. En dat betekent dat de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land een groot thema is in het Oude Testament. Een heel groot thema. En je kunt je afvragen of er naast het onderhouden van de wet, wat ook een heel groot thema is, of er nog wel grotere thema's zijn in het Oude Testament. En dat betekent dat de band tussen het Joodse volk en het land in de ogen van de Heere God onvoorstelbaar groot is. En dus veel meer is dan alleen maar iets van vroeger, zo, als het zo vaak wordt gezegd. Mensen zeggen wel eens dat al die teksten over ballingschap en over terugkeer gaan over de ballingschap uit de zesde eeuw voor Christus. U weet wel de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 587 voor Christus. En rond 5.30, 5.20 een gedeeltelijke terugkeer. Maar dat was maar een relatief klein gebeuren. Als we het kijken naar wat er nu gebeurt. En de teksten zijn zo overweldigend dat het niet meer vol te houden is om al die teksten alleen maar toe te passen op dat ene moment in die zesde eeuw voor Christus. Dat kan niet meer. Rabijnen zeggen dat de ballingschap eigenlijk nooit voltooid is. Eigenlijk nooit hersteld is, want in de 6e eeuw voor Christus zijn wel Joden weer teruggekeerd uit het Tweestammenrijk weer naar het land. We lezen dat bij Ezra en Nehemia, maar grote delen van het Joodse volk bleven leven in het oosten of in het noorden, wat wij nu Turkije noemen. We zien het ook later in het Nieuwe Testament in de 1e eeuw na Christus. Als de apostelen het land Israël uitgaan, dan gaan ze ook altijd in Griekenland, in Klein-Azië waar ze komen, altijd eerst naar de synagogen en dan naar de heidenen. Dus die ballingschap zeggen soms rabbijnen is eigenlijk altijd blijven voortbestaan. En Ezekiel spreekt over de einde der aarde waar het volk van terugkeert, de tien stammen en de twee stammen die weer samengevoegd worden, wat toen ook helemaal niet is gebeurd. En Paulus zegt in Romeinen 15 dat Jezus gekomen is als een dienaar van de besnedenen, van de Joden. En om de belofte die aan de vaderen zijn gedaan, te bevestigen. De band tussen het Joodse volk en het land Israël is vandaag een gevoelig onderwerp binnen de kerken. Dan heb ik het eigenlijk alleen nog maar over binnen de christelijke kerken. Een geleden zei iemand uit een kerk tegen mij: Ja, dominee. Eigenlijk zijn wij Europeanen schuldig aan het conflict in het Midden-Oosten. Want ja, bij ons, als er nou geen holocaust was geweest, dan, dan, dan hadden die Joden allemaal niet zo naar Israël gegaan en hadden ze daar ook geen conflict gehad met Palestijnen. Als je dat zo zegt, dan zeg je dus eigenlijk dat de terugkeer van Joden naar het land de bron van het probleem is. Alsof de vervulling van Gods belofte een probleem is. Alsof God. Een probleem creëert door zo'n zoveel belofte te geven over de terugkeer. Dan moeten we ons goed realiseren. Als de terugkeer van Joden de oorzaak is van het probleem, dan zijn Gods beloften een probleem. En als dat zo is, dan kunnen we maar beter stoppen met geloven. Maar God maakt nooit een probleem. God brengt heil, God brengt zegen, God brengt vrede. Wij mensen maken een probleem. God niet. Heel veel mensen in de kerken zeggen. Ja, ik geloof best wel in een verbond met het Joodse volk. en dat dat niet voorbij is, dat geloof ik ook best wel. Maar, maar die landbelofte, ja, dat, dat vind ik toch wel een probleem. zeggen heel veel mensen. Want dat, vind, dat is een heel gevoelig punt. Hè? Zelfs bij, bij mensen binnen de kerken die nog geloven in een blijvend verbond. Maar is dat niet heel bijzonder? Paulus, of, uh, in Jezaja 62 zegt de Heere God tegen Jeruzalem: Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatenen. Tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar. En uw land zal ik noemen gehuwde, getrouwde. God trouwt met het land. En het volk huwt met het land. Het land is voor eeuwig onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. En is nooit opgehouden met de komst van Jezus. Met de komst van het Evangelie. Gods beloften zijn altijd durend. Daar zal ik straks nog veel meer over vertellen. Wat ook heel bijzonder is, dat wij ons goed moeten realiseren als kerken. In 70 na Christus is Jeruzalem verwoest en de Tempel verwoest. En is de verstrooiing, de diaspora van het Joodse volk wereldwijd begonnen. En die Romeinen deden dat en die kwamen uit Italië, uit Europa. Dat waren dus Europeanen. Maar toen in de vierde eeuw na Christus het Romeinse Rijk is gevallen en de keizer christelijk werd en het Romeinse Rijk christelijk werd, christendom de staatsgodsdienst werd, en de Byzantijnen, de Oosterse christenen, het land Israël weer in het bezit kregen, en het Romeinse rijk dus voorbij was, had de kerk kunnen zeggen. in de vierde en de vijfde eeuw na Christus. had de kerk kunnen zeggen: beste Joden, jullie zijn eruit gegooid door de Romeinen 300 jaar geleden. Weet je wat? Wij hebben nou de macht. Keer weer lekker terug naar je land. Dat had de kerk kunnen zeggen. Dan hadden we wat wij nu. Ik spreek even menselijkerwijs. Dan had wat wij nu zien gebeuren, voorzichtig. had. In 400 na Christus al kunnen gebeuren. Dat is niet gebeurd. Nee, de kerk zei juist: de Joden hebben Christus vermoord, zij zijn onheilig, God heeft ze ver het verbond verbroken, zij mogen niet in de nu christelijke stad Jeruzalem komen. En Joden werd de toegang tot de stad verboden. En kerkvader Hieronymus heeft dat ook nog verdedigd in zijn geschriften. Dat is ook een stukje kerkgeschiedenis. Dat hebben wij met elkaar gedaan. Het is niet de taak van de kerk om Joden terug te sturen naar het land. Maar het is ook niet de taak om Joden tegen te houden. De terugkeer van Joodse mensen naar het land is een zaak tussen God en het Joodse volk. En daar hadden wij ons niet mee moeten bemoeien. Wij zijn slechts dienaren. Wij hebben slechts een dienende functie, een faciliterende functie. Wij hadden moeten zeggen, beste Joden. Als jullie menen in jullie relatie met God terug te keren naar het land, ga je gang. Voel je vrij, alsjeblieft. Als we je kunnen helpen, willen we je graag helpen. Dat was de taak van de kerk. En we hebben nu de gelegenheid als christenen wereldwijd om op te komen voor Israël en nu ze te faciliteren en te helpen waar nodig. Ik wil met u een viertal stellingen gaan uh, bespreken. Kort toelichten. We gaan even zien. Ja. Wat ik vaak hoor. En ik heb deze vier stellingen gebaseerd op de kritiek die ik vaak hoor binnen, binnen de kerken. Ik heb het dus over binnen de kerk. Bijbelteksten over de terugkeer van het volk. die zouden allemaal gaan over de ballingschap. in de 6e eeuw voor Christus maar niet over de huidige tijd van nu. Mensen zeggen ja, maar je mag die teksten uit de en je zaaien, mag je niet zomaar even één op één in de moderne tijd van 2018 neerzetten. Ze zouden dus allemaal gaan over die ballingschap uit die Babylonische en Persische tijd van toen. Nou, overweldigend hoeveelheid teksten maken ons overtuigend duidelijk dat er meer gaande is in die teksten dan alleen de ballingschap van toen. Neemt uiter Naomium 28. Ik ga... Een paar teksten zal ik u tonen. Dan kunt u meelezen en luisteren. Want anders moet u alleen maar luisteren en dan ontgaat het. De Heere zal u verspreiden onder al de volken van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen die u nog uw vaderen gekend hebben hout en steen, daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voedsel zal geen rustplaats hebben, want de Heer zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven. Dan zal de Heer. Ja, er komt de volgende. U ziet wel, als je daar nou goed naar kijkt, dan staat daar al de volken, het einde van de aarde tot het andere einde van de aarde. En je voedsel zal geen rustplaats hebben. De Babylonische ballingschap was alleen naar het oosten. Naar het gebied wat wij nu vandaag Irak noemen. Daarheen ging de ballingschap onder leiding van de Babyloniërs. Dat was niet van de einden der aarde. En Deuteronomie heeft geschreven nog voor die ballingschap begon. En die rustplaats. De Joodse mensen hebben in dat Babylonische rijk. Hun plek gevonden om te leven. Maar in de grote ballingschap die in 70 na Christus ontstond, en die nu nog steeds voortduurt, daar zijn Joden altijd dan op de ene plaats vervolgd, dan weer op de andere plaats vervolgd. Ze hebben altijd moeten verhuizen: dan naar Rusland, dan naar Polen, en van Spanje naar Portugal in 1492, en van Portugal naar Nederland, en naar Venetië, en naar Istanbul, overal heen. Altijd weer waren er pogromsvervolgingen, dan was er weer hier rust, dan was er weer daar onrust. Die tekst duidt op een grote ballingschap en niet alleen op de ballingschap van toen. En Deuteronomium gaat verder. Dan zal de Heer uw God er omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Dan zal Hij u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heer uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen en hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Heel bijzonder, hè? Die einden van de hemel. En ze zullen talrijker worden. Dan uw vaderen, dat is ook na de ballingschap in de zesde eeuw niet gebeurd. Er zijn Joden teruggekeerd, zeker. Maar talrijker dan daarvoor is al heel veel gezegd. Je ziet, dat zijn teksten. Het wonderlijke van de profetie is dat ze aan de ene kant voor een deel gaan over de ballingschap van toen, maar dat ze tegelijkertijd veel grootser van omvang zijn, en dus duiden op wat later nog gaat komen. En dat betekent dat je zou kunnen zeggen dat die ballingschap in de 6e eeuw voor Christus eigenlijk een soort voorafschaduw is geweest. Een soort spiegel, als het ware, van wat er nog groter zou gaan gebeuren. Ezekiel zegt in 37: En spreekt tot hen: Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidevolken waarheen ze gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Zij zullen allen één koning als koning hebben. Ze zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dat is een hele bijzondere tekst. Deze tekst gaat voor een deel over toen. Hij had de tien stammen rijk, die waren in 720 voor Christus weggevoerd door de Assyriërs. Richting wat wij nu Syrië noemen en Oost-Turkije. <clears throat> en je had de twee stammen die in 587 zijn weggevoerd naar Babel. En er waren twee koninkrijken, een tienstammenrijk en een tweestammenrijk. En beloofde profeet: eens in de toekomst zullen ze niet meer twee koninkrijken zijn, maar zullen ze één koninkrijk samen worden. Ze zullen weer samengevoegd worden. Dat is in de zesde eeuw niet gebeurd. Er zijn wel veel Joden uit de twee stammen teruggekeerd, uit Babel. Maar de tien stammen zijn voor het grootste deel nooit, althans niet in die tijd, teruggekeerd. En tot één volk maken is ook nooit gebeurd. Want de einde van de ballingschap leverde wel de twee stammen op die voor een groot deel terugkeerden naar het zuidelijke deel van Israël en Galilea. Maar het tienstammenrijk in Samaria, dat werd toen Samaritaans gebied. Dat was voor Joden geen geschikt gebied om te komen. Daar woonden andere mensen. Dus dat hele verhaal van die twee koninkrijken die één worden, is toen niet gebeurd. Is dus een nog onvervulde profetie tot 1967. Toen Samaria weer bij het huidige Israël is betrokken. En Joodse mensen daar zijn gewonen, die wij dan kolonisten noemen. Toen pas is een begin ontstaan, een begin zeg ik, met de vervulling van deze profetie. Nog een hele mooie, je leest er overheen. Daar staat, hij zal een tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Dat op de bergen van Israël is een bepaling bij het land, <coughs> een bijvoeglijke bepaling zou je zeggen. Waarom staat er dat nou bij? Rabijnen zeggen altijd, er staat niets voor niets in de Bijbel. Dit heeft altijd de betekenis. Vind ik een hele mooie, dus een veelzeggende. Dus toen niet gebeurd. Want waar zijn de bergen van Israël? Wie Israël een beetje kent, die weet: de bergen in Israël, die heb je in de Golan, in het noorden. Die heb je in Samaria, in het midden, midden en het oostelijk deel, en in Judea. Nou, Judea, daar zijn Joodse mensen naar teruggekeerd. Maar de mooiste bergen heb je in de Golan en in Samaria. En dat gebied is juist, daar zijn ze juist niet naar teruggekeerd in die tijd. Dat kon niet, dat was Samaritaans. De bergen van Israël liggen in de gebieden die wij vandaag noemen, wij, die men vandaag noemt, bezette gebieden. Door Israël bezette gebieden. Daar heb je de bergen. Dit is als het ware, vind ik, humor van de Heere God. Dat hij dat al in 600 voor Christus laat optekenen door Ezekiel... Terwijl eigenlijk pas in 1967, toen het gebied bij Israël is betrokken, er begonnen is met deze profetie te vervullen. En daarom willen graag gelovige Joodse mensen willen graag wonen in die gebieden die wij dan kolonisten noemen. Zij willen daar graag wonen, want ze zeggen: de Heere God belooft ons dat we op de bergen van Israël weer mogen terugkeren. En zij zien dit ook als een gebod. Dan dus zeg ik ook, de Heere God biedt het ons aan, dan moeten we het ook doen. Dus deze profetie gaat dus over veel verder dan alleen de tijd van toen. En dan, nog een hele mooie, hè? Ze zullen alle één koning als koning hebben. Dat is toen ook nooit gebeurd. Nu ook nog steeds niet. We hebben, ze hebben wel een premier en een president en een knesset, maar ze hebben nog niet een koning die over hen alle koning zal zijn. Die koning moet nog komen. Wij weten wie die koning straks zal zijn. En gaat de zegel verder. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen alles zal er één herder zijn. Ze zullen in mijn bepalingen wandelen, mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. Waarin uw vaderen gewoond hebben. Ze zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten, tot in eeuwigheid. Wie is dus die koning? Dat wordt mijn knecht David. Nou is dit halverwege de 6e eeuw voor Christus, zeg maar zo 550, 540 voor Christus. David leefde in 1000 voor Christus, die was dus al 400 jaar overleden. Reïncarnatie is niet iets waar Joden en Christenen aan doen. Dus wie is die knecht David? Dat is de zoon van David, de mensenzoon. De messias, de koning, de vredevorst. Die zal koning over hem worden. En een herder zal er voor in alle zijn. Een herder wordt hij ook genoemd. Dat is de geestelijke leider van het volk. Jezus zegt later, ik ben de goede herder. Ik heb nog schapen die niet van deze stal zijn. Ook hen zal ik leiden en het zal worden één kudde, één herder. Dus eigenlijk zegt Jezus, stapt Jezus in die profetie van Ezekiel. Hij zegt Jezus eigenlijk, ik ben die goede herder heel bijzonder. Dus en dat is toen niet gebeurd daarom hoopten zij dat hij de koning zou worden en waren ze teleurgesteld hè, denk aan de Emmersgangers, waren ze teleurgesteld toen hij in plaats van koning worden gekruisigd werd. Het zou allemaal een beetje anders gelopen of anders gezegd, ja het zou anders gelopen en de tijd zou nog een heel stuk langer duren dan ze toen hadden gehoopt. We zijn nu al 2000 jaar verder maar dit moet dus nog gebeuren. En je kan dus niet volhouden. Dus zeggen dat dit allemaal vervuld is in de tijd van de ballingschap in 520 voor Christus. Dat, dat is niet vol te houden. Dan moet je te veel teksten wegkneden en masseren en manipuleren en anders uitleggen. Maar ook in het Nieuwe Testament, in Lucas 21, als Jezus vertelt over het einde der tijden. Dan zegt Jezus. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dus ook Jezus spreekt over een grote verstrooiing onder alle heidenen, alle. En totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Er komt dus een tijd van nieuw begin voor Jeruzalem. En dat betekent dus eigenlijk dat we zeggen van veel teksten gaan ook over de ballingschap van toen, maar uiteindelijk gaan ze in hun volheid, in hun grootheid, in hun omvang, gaan ze over die grote ballingschap, waarvan die eerste ballingschap een voorafschaduw was. Van die grote ballingschap die nu al duurt 2000 jaar. En als je dan de vraag stelt. Waarom duurt die ballingschap nu al 2000 jaar? Dat is toch geen verhouding tot 70 van toen? Is 2000 die een beetje veel te lang, zou je zeggen? Dan zou je daar als antwoord op kunnen geven: dat de heerlijkheid des Heren ging de tempel uit. Het volk Israël, het Joodse volk, is voor een groot deel het land uitgegaan, de wereld in. En ze zijn met het evangelie, met de boodschap van de Messias. Zijn ze als het ware meegegaan met het evangelie de wereld in? En zullen ze straks ook met de Messias terugkeren naar het beloofde land? De volgende stelling die ik vaak hoor, en u ook, denk ik, dat is: er kan pas sprake zijn van een terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land nadat zij zich eerst hebben bekeerd, hetzij tot een gehoorzaam leven naar de het Torah, hetzij tot Messias Jezus. Dat hoor je vaak, hè? Als je het dan over Israël zegt, ze, ja, die Joden, ze moeten zich eerst maar eens bekeren. Hè? En of zeggen mensen, ja, maar ze gaan er weer terug naar het land, maar in de Bijbel is wonen in het land alleen maar als je rechtvaardig leeft, als er gerechtigheid is. Nou, het volk Israël doet niks aan gerechtigheid, dus ze verdienen het land niet. Ze moeten zich eerst maar eens bekeren. Misschien hoort u het ook wel eens, hè? Ze moeten zich eerst maar eens bekeren. Ook, er zijn ook orthodoxe joden die zeggen, nee, die, die, die terugkeer naar het land Israël is niet goed, want dat kan pas als de Messias het straks komt doen. Nou, allerlei manieren worden er mits en maren gesteld. Er moet, eerst moet er maar eens bekering komen. Eerst moet er maar eens gerechtigheid komen. Eerst moet er maar eens heiligheid komen bij de joden. En dan mogen zij misschien naar het land terug. Nou, die, die voorwaarden die wij stellen... Zijn onbillijk. Natuurlijk zijn er teksten die wonen in het land koppelen aan rechtvaardig leven. Ik denk aan het Sabbatsgebod. Denk aan eh, andere geboden. Natuurlijk, die teksten zijn er ook. Het appel van de Heere God naar het Joodse volk: tot bekering, tot rechtvaardigheid en gerechtigheid en heilig leven voor het aangezicht van de Heer. Dan mogen ze in het land wonen. Die teksten zijn er. Maar er zijn ook veel andere teksten. Ik, ik noem er u een paar, bijvoorbeeld uit Jezaja 43. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt zal ik uw nageslacht halen, en van waar hij ondergaat zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tot het noorden, geef, en tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven al hebben ze oren, uittrekken. Hier wordt dus, hier wordt dus verwezen naar het volk dat blind is en doof is. Dat is de kritiek die vaak hoort: jullie zijn blind, jullie zijn doof, jullie horen niet, je gaat je eigen weg, je kijkt niet naar de Heere God, je hoort niet naar zijn woord, je gaat andere goden achterna. Dat is de kritiek vaak op Israël. Hier zien we dus dat de Heere God het is. Is steeds 'Ik' zal u bijeenbrengen. Het is dus God die zijn volk terugbrengt naar het land. Ook al zijn ze misschien nog blind en doof. Ook al deugt het misschien allemaal nog niet. Ook al is er nog een heleboel mis in Israël. En ook al zijn er ook Joden die niet in God geloven of in andere goden. Ook al is er nog een heleboel mis, overigens is er bij ons ook niet een heleboel mis in onze kerken. Als we de geschiedenis kijken, verdienen wij het predicaat gemeente van Christus? Als we kijken naar alle, alles wat er allemaal gebeurt in de geschiedenis van de kerk hè, over seksueel misbruik, over oorlog, over strijd, over ruzie, conflicten enzovoort zouden wij ook niet zoveel rechten meer hebben. En het volk Israël, God leert, Hij is het die zijn volk terugbrengt. Ook al zijn ze nog doof en blind. Met andere woorden, de conditie die wij tegen Joden zeggen: ja, ze moeten eerst maar eens dit en dat. Zegt de Heere God, Hij brengt ze terug. Dus wat wij zien gebeuren in de afgelopen honderd jaar, mogen wij de hand van de Heer in herkennen. Een heel, heel bijzondere. Dat wij dat moeten leren, dat dat vingertje van ja ze, hè, ze moeten eerst. Dat dat vingertje niet klopt. Ezekiel 36, ook een hele bijzondere. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere Heere. Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam die u ontheiligd hebt onder de heidevolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam beleid heiligen die u onder de heidevolken ontheiligd is, of die onder de heidevolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidevolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidevolken halen, en u uit alle landen bijeenbrengen, dan zal ik u naar uw land brengen. Hier zien we dus ook weer zo'n tekst. God brengt zijn volk terug, niet omdat zij zo geweldig goed zijn en zo geweldig heilig zijn, maar om de eer van zijn eigen naam, want God had zijn naam verbonden aan zijn volk. En als dan Gods volk andere wegen gaat, en de Heere God dan zou zeggen, nou ja, dan laat ik Israël maar zitten. Dan verbreek ik mijn verbond. wel, dan ga ik wel met iemand anders opnieuw beginnen. Dan laat maar. Dan leidt de Heere God gezichtsverlies. Want er is hij een verbond aangegaan met een volk en is een mislukking geworden. Dus de Heere God is een mislukt project aangegaan, zoals wij als ondernemer een nieuwe start-up kunnen oprichten. Maar na een jaar of na twee jaar gaat het toch helaas ter zielen. Nou ja, nooit geschoten is altijd mis. Dan ga je opnieuw beginnen. Maar zo werkt het niet bij de Heere God. De Heere God begint niet een start-up die hij na een paar jaar zegt van, nou, dat was nog niet zo'n succes. Nee, want dan wordt zijn naam ontheilig. Als God iets begint, maakt hij het af. Hij zal niet loslaten wat zijn hand begon. Dus al is het alleen al om zijn eigen heilige naam en zijn eigen eer, dat hij zijn volk terugbrengt uit alle landen en bijeenbrengt in het land. Prachtig is dit, hè? Als je erover nadenkt. Het is dus niet zoveel, nou ze moeten eerst maar eens. Nee, het is Gods eer dat hij zijn volk vasthoudt. Ook als zijn volk dingen doet die niet kunnen. Hij houdt zijn volk vast. Want hij is een verbond aangegaan van liefde en trouw. Niet omdat ge groot of talrijk was, maar omdat ik u lief had en de eed die ik gezworen heb aan uw vader. Dus het is Gods verbond trouw en het is Gods liefde voor zijn oogappel Israël... dat hij trouw blijft, ongeacht hoe zij leven. Dat zijn hele wezenlijke teksten. Die teksten zeggen tegen ons... weg met dat vingertje, weg met dat vingertje naar Israël. Wij hebben geen recht om een vingertje te wijzen. En dan gaat de tekst verder. Dan brengt hij ze dus vol terug in het land... om de eer van zijn naam. En dan zegt hij... Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Hier zie je dus ook weer. Eerst komt de terugkeer om de heiligheid van Gods naam. En dat de heidevolken zullen weten dat ik de Heere ben. Ja, dat de heidevolken zien, nou, die God brengt zijn volk terug naar al die eeuwen. Is dat volk niet verdwenen, maar dat volk keert weer terug. En Israël is weer herboren in 1948. En de heidevolken zullen het weten. En Gods naam zal erdoor geëerd worden. Want iedereen zal zeggen: Hij is de trouwe, de getrouwe. En als ze dan terugkeren, dan zal Hij Rijnwater op ze sprenkelen. Ze zullen Rijn worden. Het, is het symbool van de doop, de doop van Johannes de Doper, de doop tot bekering. Van je zonden en het leven naar de regels en verordeningen van de Heer. En we herkennen hier ook iets in van de doop die wij in de christelijke kerk kennen. Het symbool van de reiniging door de Heere God. Je mag een nieuw leven beginnen. God rekent je je zonden niet toe, maar je mag een nieuwe start maken met Hem. En een prachtig symbool van reinheid past God toe op zijn volk. Maar Hij brengt ze dus eerst terug en dan de reiniging. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo gaat... maar dit is een wezenlijke tekst die dus ons leert... weg met dat vingertje naar Israël. Niet roepen ze, ze moeten zich eerst maar eens bekeren. God is degene die geloof brengt. God is degene die ze rein maakt. Hij zal op zijn tijd hun harten openen voor hem. Dat is Gods werk. En dat het Gods werk is... En God is dus niet eerst die die strenge conditie eist. Dat leert ook Paulus in Romeinen 9 in het Nieuwe Testament. Als Paulus zegt: Want hij zegt tegen Mozes: Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. En hiermee wil Paulus eigenlijk naar die Heidenchristenen in Rome duidelijk maken dat God het is die zijn volk verkiest. En dat God zijn volk niet verkiest omdat ze zo geweldig hard lopen voor Hem. En dat ze zo geweldig een eenduidige wil hebben om de Heeren te dienen. Nee, ze zijn ook weer barstig, net zoals wij dat ook zijn. Maar God ontfermt zich over wie Hij ontfermt. En daar gaan wij niet over, daar gaat hij over. Wil Paulus zeggen. Dus wij hoeven niet God de voorwaarden te stellen voor wanneer Gods ontferming pas geldig is. Nee, dat, dat, dat zeggen mensen, ook collega's, hè, zeggen dat over Israël. Ja, als we het dan over Israël hebben, dan zeggen collega's: Nou, ze moeten zich eerst maar eens bekeren. Nou, ze moeten eerst maar eens wat uh, anders tegen Palestijnen omgaan. Nou, ze moeten eerst maar eens uh, netter leven. Ze, ze moeten eerst maar eens. En dan zegt ons eigen Nieuwe Testament, ho 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 ho, niks stiks van ze moeten, want God beslist over wie hij ontfermt en wie hij bemartig is. Daar gaat hij over, niet wij. Dus dat vingertje weg. Hup, dat vingertje weg. Oude en Nieuwe Testament. Natuurlijk zijn er teksten waar het overduidelijk is dat God van zijn volk bekering eist en dat hij rechtvaardigheid en gerechtigheid eist, die zijn er ook. En die teksten oefenden een appel uit op het Joodse volk. Zeker. Maar er zijn ook teksten die dat overstijgen. En waar het om de heilige naam van hem gaat. En waar duidelijk wordt: God is het die het in beweging brengt. Zelfs de beweging van het sionisme uit de 19e eeuw. Die heeft geleid tot Joden die terugkeerden uit de vervolgingen onder de tsaren in, de, in Rusland uit de 19e eeuw. Die al naar Israël trokken toen er nog lang geen naziregime was. Aan Het begin van de vorige eeuw. En dan zeggen mensen wel: ja, dat was atheïstisch, dat was niet gelovig. Wie zijn wij om dat te beoordelen? Wie zijn wij om te zeggen ja, maar het begin van het joodse terugkeer dat was atheïstisch, dat, dat was niet gelovig? Daar zijn, gaan wij niet over, want hij beslist over wie hij zich ontfermt, hij beslist over wie hij barmhartig is. gaat niet over wat ze willen en wat ze lopen, hij beslist. Wie zijn wij om God op de vingers te tikken en zeggen: van. weg dat vingertje. Hij beslist over wie hij zich ontwerpt. En hij heeft door de afgelopen honderd jaar betoond. zich te ontwerpen over zijn volk. De derde stelling. Die kom ik heel vaak tegen, heel vaak binnen de kerk. Ook van collega's. En die zult u ook allemaal tegenkomen. Sinds de komst van Jezus heeft Israël als beloofde land geen betekenis meer. In Christus is alles vervuld. Hoor je het zeggen? In Hem is alles ja en amen. Zeggen mensen dan. Het gaat nu om Gods liefde voor alle mensen en om de hele wereld. Het beloofde land was slechts een opstapje naar de hele wereld als beloofde land. Ja zeggen mensen. Collega's die zeggen van ja, dat land Israël en dat, die verkiezing van het land Israël, dat was eigenlijk een metafoor, eigenlijk een symbool. Israël, toen het landje, dat was een opstapje, dat is eigenlijk symbool voor de hele wereld. Oftewel, de hele wereld is het beloofde land en de mensheid in de wereld is Gods volk, Gods uitverkoren volk. En Israël en het Joodse volk was eigenlijk een soort symbool voor het geheel. Maar met de komst van Christus, die alles voor ons volbracht heeft aan het kruis, en het evangelie dat de wereld inging, is die eerste opstap, die eerste start, dat eerste project Israël, dat is eigenlijk voltooid. Dat is eigenlijk dat is nu niet meer nodig. De scheidsmuur is weg. Alles is nu voor iedereen hetzelfde. Of je nou jood bent of heiden bent. of je bent een Hollander of je bent een Argentijn of je bent een Japanner. dat maakt allemaal me niet meer uit. Het is nu Gods boodschap voor de hele mensheid. Die hoor je heel veel. Die hoor je echt heel veel. En de teksten kun je daarbij noemen. om dat te ogenschijnlijk te verdedigen. Ik zal hopelijk, of hopelijk, er zijn een onvoorstelbare hoeveelheid Bijbelteksten. Die aangeven dat het verbond met Israël en de rol van Israël nog lang niet is uitgespeeld. En helemaal niet uitgespeeld raakt. Ik begin bij het begin, bij Genesis. Waar God het verbond sluit met Abraham. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Met andere woorden, de zegen die door het Evangelie de wereld in is gegaan, is een onderdeel van het verbond van God met Israël. En dan zegt hij, in het, vol, in het vers 7, Ik zal mijn verbond, of in Genesis 17, de eerste zin is Genesis 12. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan verderop, in, vers 7, in hoofdstuk 17, gaat de Heere God verder, en zegt: hij, Ik zal mijn verbond maken. Tussen mij en u en uw nageslacht na u en al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een god te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een god zijn. Je ziet dus dat in u zullen alle geslachten van de aardbodem bezet worden. Dat staat dus niet. Ik sluit een verbond met u totdat alle geslachten van de aardbewoning gezegend worden, maar dan houdt het op. Nee, hij sluit zijn verbond tot een eeuwig verbond. En het land Kanaan als een eeuwig bezit. Dus, hier wordt al duidelijk, dat verbond is altijd duur. En dat wij door het evangelie gezegend worden, is een onderdeel van dat verbond. Slechts een onderdeel. En als dan Jezaja 62 gaat spreken over het einde der tijden, over de toekomst, dan staat er tegen u, het is dan tegen Jeruzalem, zal niet meer worden gezegd verlatenen en tegen uw land zal niet meer worden gezegd woestenij, maar u zult genoemd worden mijn welgevallen is in haar. En uw land getrouwde, want de Heer verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Hier wordt Jeruzalem weer de stad waar Gods meegehuwd is en waar hij naar verlangt. Nou, met de ballingschap in de zesde eeuw voor Christus is de heerlijkheid des heer de Shechina is uit de tempel weggetrokken. Naar het oosten met het volk mee, maar met het herstel van de ballingschap na de ballingschap in de zesde eeuw van Christus bij de terugkeer van de Joden en de herbouw van de tempel, is de heerlijkheid van de Heer niet teruggekeerd in de tempel. Dit gaat dus over de toekomst. En dan zie je dat God spreekt over het land en over de stad Jeruzalem. Spreekt Hij in woorden van getrouwde. En uw land, want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Je ziet hier in deze tekst eigenlijk een soort huwelijk tussen God en de stad en het land en tussen het volk en het land. En ze trouwen met elkaar. Nou is huwelijkse trouw, altijd, durend in de Bijbel, nooit tijdelijk. Nooit leren we in de Bijbel dat je een huwelijk sluit en dan ja, op enig moment dan houdt dat op. Nee. Dit, is een, dit, dit zijn de intieme woorden van, van huwelijkstrouw. En het betekent dus dat de relatie tussen het volk en het land. is een huwelijksrelatie. En God doet daarin mee. Dat is dus altijd durend. Heel bijzonder. En over het land, zegt de profeet Joël. dan hebben we het ook over het land. Dan gaat het over het oordeel straks. als de volkeren worden verzameld voor het oordeel. dan zegt hij. want zie. In die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben ze verdeeld, ze hebben het lot geworpen over mijn volk. Straks aan het einde der tijd, als de volken optrekken. En de Messias komt ons bevolk te redden. Straks aan het einde, wanneer die grote strijd plaatsvindt. En God zal oordelen tussen de, tussen de lammeren en de bokken. Dan zal dat oordeel niet gaan over de vraag of je Jezus in je hart hebt aangenomen. Want dat komt daarna nog. Maar dan zal het gaan, wat heb je met mijn minste broeders gedaan? Wat heb je met mijn minste broeders gedaan? Als je het aan hun gedaan hebt, heb je het aan mij gedaan. En dan zullen wij, de volken, zullen geoordeeld worden op grond van de vraag dat ze mijn volk, mijn eigendom hebben verstrooid en mijn land hebben verdeeld. Wanneer de volken zich dus schuldig maken aan het opheffen van de band tussen het land en het volk, roepen wij een oordeel over ons af. Dus als dus mensen zeggen van, ja, God heeft best wel een verbond met Israël, dat geloof ik ook wel. Maar dat land, ja, je kan toch niet meer die oude belofte nu nog toepassen op, op de moderne tijd. Dat we leven toch in een andere tijd. En We hebben internationaal recht, we hebben toch andere regels. Je kan toch niet die oude Bijbel toepassen op het land. Dat werkt niet. Er wonen andere mensen en daar kan je zo aan me niet meer doen. Nou, als je dat zegt, dan komt de Heer God straks aankloppen bij je aan de deur. En zegt: Je hebt meegedaan om mijn land te verdelen. Wij moeten daarvan afblijven. Wij moeten zeggen dat is een eeuwig verdurend verbond. De huwelijksrelatie tussen het volk en het land. En dat is Gods zaak. En dan moeten wij niet zeggen dat dat niet meer van toepassing is. Wie zijn wij? Overigens, heel dubbel is het hè. Want het is ook wel een beetje gek eigenlijk. Hè? Als je dus zegt dat de oude beloften voor het volk Israël niet meer van toepassing zijn nu. en dat het volk Israël van toen toch eigenlijk niet meer één op één het volk Israël van nu is. Ik hoor nooit die mensen zeggen, dat teksten uit het Nieuwe Testament, in de brieven, die gaan over de gemeente van Christus. Ik hoor ik nooit iemand zeggen, ja, die gaan over de eerste gemeente, de vroege christelijke kerk. Maar niet, oh, die mag je niet één op één toepassen op de kerk van nu. Nee, de kerk van nu, dat had niks te maken met de kerk uit het Nieuwe Testament, was een heel iets anders. Dat zeggen we toch niet? We lezen toch alle teksten uit de brieven uit het Nieuwe Testament over de gemeente van Christus. Die vertalen wij toch één op één naar onze gemeente van nu? Of je een katholiek bent, protestants of evangelisch. Wij vertalen toch het Nieuwe Testament één op één naar onze gemeente van nu? Dan moeten we dat ook doen met de teksten over het land en het volk. Amos zegt, ook zo mooi hè? Amos zegt in hoofdstuk 9. Ik zal hen in hun land planten en ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land. Dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heer uw God. Bijzonder hè? Als God terug doet terugkeren, worden ze nooit meer uitgerukt. Nou, de ballingschap in de zesde eeuw voor Christus zijn ze wel degelijk uitgerukt. In 70 na Christus en in 135 na Christus hebben de Romeinen mega huis gehouden. En een grote diaspora is op gang gekomen. Ze zijn wel degelijk uitgerukt in 70 na Christus. Op zeer bloedige wijze. En nu keren ze terug naar het land. En wat de toekomst allemaal brengt, weet ik ook niet precies. Er zijn allerlei theorieën over. Daar zijn we nu niet voorbij bij elkaar. Maar we mogen geloven: er komt een tijd. dat zij niet meer worden uitgerukt uit hun land. En ik hoop van gans harte dat dat de tijd is waarin wij nu en onze kinderen straks leven. En dat ze nooit meer worden uitgerukt. En over beloften en de toekomst en het land, het Nieuw Testament kan er ook wel van. Gelukkig de engel Gabriel in Nazareth tegen meisje Maria. Dan zegt de engel in Nazareth: En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dan kan je toch eigenlijk als voorganger of als dominee toch ook niet meer volhouden. Als je dan zegt, je mag die oude teksten van de profetie niet zomaar toepassen op het volk van nu of het volk van de toekomst. Als de engel Gabriel het wel doet. Toch in het nieuwe testament, want die zoon van haar, die Jezus zal heten, hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Nou, wat doet Gabriel? Gabriel, als hij dan vertelt heeft dat ze zwanger zal worden en dan Maria vraagt hoe moet het dan, ik heb geen gemeenschap met de man en ja, dus de kracht van de allerhoogste zal je overschaduwen. En dan gaat, wat, wat, wat doet dan de engel? Dan gaat hij Ezekiel 37 citeren, die ik net even iets eerder liet zien. Ezekiel 37, uit alle streken van de wereld zal ik je terugkeren. En ik zal je, je, je mag weer wonen op de bergen van Israël. Ik zal de tien en de twee stammenrijk weer samenbrengen tot één koninkrijk. En één koning zal er over Henk Alle koningen zijn. En wie is dat? Mijn knecht David. En wat zegt de engel? De engel citeert Ezekiel. Maria zal het geleerd hebben op categorisatie bij Harabi en hoort, oei, hey, Ezekiel 37, hey, de engel citeert het Oude Testament. De engel doet wat heel veel voorgangers en predikanten zeggen, dat mag je niet meer doen, één op één naar de toekomst, dat mag niet. De engel doet het wel. En dus, oh, 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 dus, hij zal de troon van zijn vader David krijgen en waar staat die troon van zijn vader David? In Rome? Nee. Boud. Genève ook niet. En heel veel andere steden niet. De troon van David staat in Israël. Daar staat de troon. Ja, stond de troon. Daar wordt hij straks weer opgericht op een mooie plek ongetwijfeld. Daar zal de troon van David staan. En wie zit op de troon? De knecht, mijn knecht David. En wat doet hij? Hij zal over het huis van Jacob, dat is Israël, koning zijn tot in eeuwigheid. En voor het geval dat we het denken van, lees ik dat nou goed? Komt er een herhaling? En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Geweldig vooruitzicht. Het land, het volk en de koning, de Messias, in Israël. En waar is dat? In de hemel? Nee. Vier en half uur vliegen hier vandaan. Iets zuidoostelijk. Zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig is het. En als dan Pinksterdag is geworden en de Heilige Geest is uitgestort. Dat zijn allemaal Joodse mensen die dan Jezus erkennen en aanvaarden als hun Heer en hun Messias. Maar als dan een poos later... Cornelius, de Romein, met zijn gezin tot geloof komt en de Heilige Geest ontvangt en Jezus erkent als Heer, dan schrikken de discipelen. Hé, hey, ze schrikken, want er zijn heidenen tot geloof gekomen. Er zijn heidenen die de Heilige Geest hebben gekregen en dan schrikken ze. En dan wordt er een spoedvergadering belegd in Jeruzalem. Een spoedoverleg. Want. Heidenen hebben de Heilige Geest ontvangen. Nu gaat gebeuren wat het Oude Testament heeft beloofd. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan worden de apostelen bij elkaar geroepen, ontstaat een synode in Jeruzalem. In Handelingen 15 kun je de notulen lezen. En dan zegt Jacobus, dan zegt hij, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat ervan is afgebroken, weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heeren zouden zoeken. Met andere woorden, het kwartje valt en de apostelen realiseren zich: dit is wat gaat gebeuren. Het evangelie gaat, de wereld, gaat Israël uit. Het evangelie van Jezus gaat de wereld in. Heidenen mogen geloven in hem. Heidenen mogen toegevoegd worden. Als ze geloven in Jezus en dan straks. Als dat wereldwijd rond is gekomen, dan zal de vervallen hut, dan zal hij terugkeren, terugkeren. Mooi, hè? Dan keert hij de ballingschap, het evangelie, het Joodse volk keert terug naar het land. En dan zal de vervallen hut van David weer opgebouwd worden en opgericht worden. En dan zal het koningschap aanbreken. En alles werd helder voor de mannenbroeders. In Jeruzalem. En als dan Paulus een jaar of twintig, dertig jaar later zijn brief aan de Romeinen schrijft. Dan, en Paulus benadrukt dan dat het verbond met Israël helemaal niet voorbij is. ook al kunnen ze Jezus niet aanvaarden als hun messias. om allerlei redenen waar we nu geen tijd voor hebben. maar dan betoogt Paulus. maar het volk Israël is niet afgedaan. Want zegt Paulus zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Met andere woorden, Israël is nog steeds Gods volk en Israël blijft Gods volk, want zij zijn aangenomen tot kinderen al in de tijd van Abraham en voor hun is de heerlijkheid en het verbond, de wet, de eredienst en de beloften. Met andere woorden, voor het geval dat we ons zouden vergissen als kerk. Voor het geval dat we zouden denken. ach, Israël was een tijdelijk project, dat is nu afgelopen. Nee, zegt Paulus. Zij hebben de belofte. Zij blijven Gods volk. Prachtig, hè? Heel bijzonder. Er zijn er nog veel meer. Nu staan er op uw briefjes meer dan ik er u voorlees. Helder is dat, en daar gaat het om. De belofte van het land. Aan het volk Israël is altijd duur. Het staat niet tegenover het universele van het evangelie. Dat wordt altijd gezegd. Dan wordt het, het bijzondere van Israël wordt tegenover het universele, het wereldwijde van het evangelie gezet. En die twee worden tegen elkaar uitgespeeld. Maar die moet je niet uitspelen. Het evangelie is een onderdeel van Gods belofte aan zijn volk. Maar zij blijven Gods volk. Zij blijven die unieke plek houden. En wij mogen ingeënt worden, wij mogen meedoen, wij mogen nabij komen bij het huisgezin van God. Wij mogen meedelen in de belofte, meedelen in de verzoening. Maar zij blijven die bijzondere plek houden, want God is een God die trouw en nooit loslaat wat zijn hand begon. God blijft trouw, want zijn volk heeft nog een functie, heeft nog een rol. God blijft niet zomaar trouw van, nou ja, ik heb dat nou eenmaal gezegd. Nee, Israël heeft een rol, heeft een functie, want alles keert terug naar het land. De laatste stelling. Dat is ook zo eentje. Lekker voor een verjaardag als er een paar borretjes op zijn. Als je dan lekker gewoon hete hoofden wil hebben. Ik zei gisteravond: was ik, had ik een, een lezing in Emme en toen zei ik tegen die mensen: van, Je moet er eens op letten als je op een verjaardag. Twee borreltjes op heb. Dan moet je niet bij de koffie, maar dan moet je even dat er twee glaasjes op zijn, of drie. En dan, dan kun je lekker discussiëren hè? over Poetin en over Trump en over weet ik het wie allemaal nog wel meer. En over de gemeenteraadsverkiezingen en zo. Dan kun je lekker discussies hebben. Maar ga het dan maar eens over Israël hebben. En de Joden. Oei, oei, oei. Dat had je nog niet moeten doen op een gezellige verjaardag. Dan wordt het altijd grimmig. Dan wordt het altijd fel. Dan gaat het heel gek, hè? Heel gek. Ja, de terugkeer van de Joden naar het land en het herstel van Israël is onrechtmatig afnemen van land van Palestijnen. Oude teksten toepassen in deze moderne tijd leidt tot onrecht en past niet bij een God van universele liefde. Nou, die stelling Die herkent u wel, denk ik. Misschien andere woorden. Dat zou betekenen dat als Gods beloften aan het volk Israël nog steeds van kracht zijn, dat dat dus onrecht betekent aan anderen, in dit geval Palestijnen. Maar dat kan toch niet? Gods beloften zijn altijd heilzaam. Die leveren nooit onrecht op. Gods beloften gaan nooit ten koste van een ander volk. Dat hebben wij ervan gemaakt in ons denkconcept. Heel veel teksten in het Oude Testament gaan over het recht van de ander die woont in het land. Bijvoorbeeld Deuteronomie 24. U mag het recht van de vreemdeling en de wees niet buigen. En u mag het kleed van de weduwe niet in onderpand nemen. Met andere woorden, als het volk komt in het land, dan mag het recht van de vreemdeling, dus die daar woont, mag niet gebogen worden. Die heeft zijn rechten. Ezechiël 47, die gaat over de toekomst, hè? over de toekomst en de toekomstige tempel. Ezekiel 47 zegt: dit land nu moet u voor uzelf verdelen over de stammen van Israël. Het gaat dus niet over de bouwinschappen van toen, maar over straks. En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan de vreemdeling die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u als een ingezetene onder Israëlieten zijn, hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, de midden van de stammen van Israël. Het zal gebeuren dat in de stam waarbij de vreemdeling verblijft, u daar zijn erfelijk bezit moet geven, spreekt de Heere, Heer. Met andere woorden, als Joodse mensen terugkeren naar het land en er wonen Palestijnen, die hebben daar een rechtmatig land, die hebben een... Wijngaarden, je hebt de huizen, dan mag je dat, uh, dan moet je dus dat, uh, moet dat voor hun zijn als een erfelijk bezit. Dat is precies hetzelfde, deze tekst, als wat stond in het mandaat in 1922 dat Engeland toen de, het Ottomaanse Rijk was verslagen, de Turken het Moslimrijk over Israël was verslagen en de Engelsen kregen het land Israël in bezit. Staat Israël was er nog lang niet. En toen besloot de, de toenmalige Verenigde Naties de Volkerenbond... die besloten in hun wijsheid dat het land Israël... inclusief de Westelijke Jordaan, alles ten westen van de Jordaan... eerst zou Jordanië erbij horen, maar dat hebben ze later weer eraf gehaald... maar heel het huidige Israël, dat zal worden het toekomstige thuisland voor het Joodse volk. Dat stond in het mandaat. Engeland had de verantwoordelijkheid namens de Volkerenbond, dus de VN van toen dat het hele land het thuisland voor het Joodse volk moest worden. En stond er in het mandaat, maar de rechten van de bestaande bewoners, dus de Arabieren, die nu Palestijn heet, toen Arabieren, de rechten van de, van de bewoners geestelijk en materieel moeten gerespecteerd worden, geëerbiedigd worden. Nou, dat klopt met Ezekiel 47. En dat Engeland dat dan later vervolgens toch weer eh, gebieden weer weggegeven worden en veroverd worden door de Jordanië, dat is alweer even een ander verhaal. Maar je ziet dus hier dat de terugkeer naar het land. Houdt in dat het Joodse volk straks, of, of, of wat nu gaande is, respect moet hebben voor de bewoners. Dat is, dat is eigen. En dat willen zij ook. En dat er dan natuurlijk toch in de jaren 40, 45. 48 moet ik zeggen. Een strijd is geweest omdat alle landen rondom Israël Israël wilden vernietigen. En in die vernietigingsstrijd ook Palestijnse dorpen zijn verdwe verdwe verdwenen. Ja, dat is een feit. Dat is gebeurd. En dat is in oorlogstijd gebeurd. Dat is niet omdat Joden zegt: kom, laten we eens, weet je wat, laten we eens uh, Palestijnen gaan pesten. Nee, zo is het niet gegaan. Er is een oorlog ontstaan vanuit de ander. En in die oorlog, in die strijd op leven en dood, zijn ook huizen verwoest. Dat is een feit. Dat is een feit. Maar het diepste probleem zit hem niet in wat Israël een ander aandoet of aandeed. Het diepste probleem zit hem in het feit dat de andere partij, de regio in de buurt, het streven heeft om Israël te vernietigen. En dat die vernietigingsdrang er nog steeds is. En die vernietigingsdrang heeft tot veiligheidsmaatregelen geleid. En die veiligheidsmaatregelen die zijn soms beperkend voor anderen in het land. Dat is een feit. Maar de achtergrond is niet omdat Joden zich zo slecht aan de Bijbel houden. Maar de achtergrond is de strijd om de vernietiging van Israël. Daar zit de kern van het probleem. Als de ander in het Midden-Oosten zou zeggen tegen het Joodse volk, beste Joden, God heeft het land aan jullie gegeven, jullie mogen hier wonen, dit is jullie toekomst, ga hier wonen, woon in vrede met ons, wij zijn er ook, respecteer onze rechten en we zullen samen in vrede leven. Als dat zou gebeuren, is het hele conflict weg en hoeft er niet één Palestijn van zijn van zijn huis uh, weg ergens anders te leven. Als dat de situatie was. Maar ja, helaas is die achtergrond anders. En je moet dan de geschiedenis lezen. Ik heb dat beschreven in een boek wat ik heb uitgegeven. Wat er voor de Tweede Wereldoorlog, hoe de enorme haat tegen de Joden die terugkeerden uit Rusland en hoe die vernietigingsdrang er toen al zo gepredikt werd in in, in die tijd dat daar ligt de wortel van het probleem naar mijn overtuiging. Ik eindig. Dat heeft u nog gelegenheid om wat vragen te stellen. Ik eindig met Jesaja 2. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heeren vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de heren, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de heren uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidevolken en veel volken vonnissen. Dat hebben we net gehoord, hè? Veel, moet u niet, veel volken zal hij vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog zullen ze niet meer leren. Straks, als de koning, de zoon van David, de messias terugkomt. en hij zijn oordeel over de volkeren die het land hebben verdeeld en die de Joden hebben dwars gezeten. als hij zijn oordeel heeft geveld, lees openbaring 19. dan. Zal de vrede komen. En dan gaat alle heerlijkheid weer uit van Israël. En dan komt het heiligdom weer terug. Het gebedshuis van alle volken. Dan komt de heerlijkheid des Heeren weer terug in de stad. En is het er geweldig. En dan zal de vrede zich uitstrekken tot het einde van de aarde. En als je dan nog één keer het woord Palestijnen mag noemen. dan heb ik wel eens gezegd. Je kan het beste maar een Palestijn zijn. Want dan zit je heerlijk het dichtst bij. Ja, ik zou wel willen. Ik, als wij, wat is dat wij met 17 miljoen Nederlanders zijn... maar als we nou zouden kunnen ruilen... en ze hebben klagen zodat ze zo verdrukt worden door, het, door Israël... nou, als we nou ruilen... zij gaan hier naartoe en wij daar naartoe... dan hebben we ten eerste een mooi weer altijd... en als dan de heer terugkomt zitten we geweldig dichtbij... nu moeten we 4,5 uur vliegen. Ik zou zeggen, jongens... ik zou het wel weten, we ruilen. En dan is iedereen tevreden. Maar ja, daar ga ik niet over... Ik hoop dat het een beetje helder is, dat u iets kunt op uw verjaardag bij die borrel met die vier stellingen. En um, ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik zal u vertellen dat ik die vier stellingen heb opgebouwd aan de kritiek die ik van krijg, maar dat is de kritiek die ik krijg van collega's. Hè? Dat is dus niet kritiek die ik in de kroeg krijgt, maar dat is kritiek die je van collega's krijgt. Dus het is wel het hele lastige hoor. Het is wel een hele lastige. Ja, en, uh, en wij leven in Nederland en je moet, als je het over Israël hebt, moet je altijd verdedigen. Ik had het voorrecht, dan stop ik, ik had het voorrecht, dat was een groot voorrecht, ik heb een week vakantie voor opgenomen, dat ik met dominee Glashouwer mee mocht naar Vietnam om daar te spreken voor een conferentie van voorgangers in Vietnam. 170 voorgangers van christelijke kerken, veelal jonge mensen. En we hebben allebei om beurten onze lezingen gedaan. En ik had mijn lezingen ook een beetje, natuurlijk, een beetje, zoals nu, ook een klein beetje vanuit de kritiek. Hè, had ik dat opgebouwd? Totdat er op een gegeven moment een jonge dominee opstond, een jonge voorganger, die in het Engels tegen mij zei: uh, U hoeft u zelf niet te verdedigen. Vertel maar gewoon over Israël. Met andere woorden, haal die ballast van die verdediging maar uit uw verhaal. Want wij kennen geen antisemitisme. Wij kennen geen anti-Israël gevoel. Wij willen alleen maar over Israël leren. Nou, moet je eens nadenken wat ik allemaal in mijn woord van dat uurtje. Wat ik allemaal heb gezegd vanuit de kritiek. Als ik dat nou eens weghaal, dan hebben we alleen maar een paar teksten gelezen. Dan zijn we een kwartiertje bezig met elkaar. En wij moeten altijd vanuit de kritiek moeten wij ons verhaal opbouwen. En op het zuidelijke halfrond hebben ze daar geen last van. Dat is wel heel bijzonder. We leven dat betreft in een vreemde, vreemd land en een vreemd continent. Israël Nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvinl WhatsApp.